Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Als we geboren worden, hebben we twee oren. Dus als je dan op beide oren slecht gaat horen, dan is het eigenlijk ook het beste om beide oren aan te pakken. En dat deden we vroeger via zo'n soort hoofdtelefoon. Want vroeger deden ze het allemaal met van die toeters aan één oor. Maar ja, dan hield je met dat andere oor nog steeds een probleem. En dat werd met dat systeem werd dat opgelost. Ja, ik denk toch wel dat dat een jaar of 100, 150 oud zou moeten zijn. Within the sound of silence. Roland Sweers heeft ze in allerlei soorten en maten. Van heel erg oud tot heel erg nieuw. Ik ben zelf een hoorspecialist. En langzaamaan kwamen er allemaal oude hoorapparaten op mijn pad. En die hoorapparaten die werden steeds gekker. En ik kwam steeds achter meer dingen wat er allemaal bestond. En dan op een gegeven moment komt er een gekte in je hoofd van ik moet dit nog hebben, ik moet dat nog hebben, ik moet dit nog hebben, ik moet dat nog hebben. En uiteindelijk is het uitgeroeid tot meer dan 1000 stuks onderhand. Vroeger dachten ze dat je je oren, als je slecht ging horen, ook weer kon genezen. En daar hadden ze dit apparaatje voor bedacht. Je kon er, dat noemen ze een oorvibrator. En die zet je tegen je oor en als je hem dan indrukt, gaat die trillen. En dan zou eigenlijk je gehoor weer helemaal goed gemasseerd moeten gaan worden. Kwakzalverij. Dat is kwakzalverij, het is puur kwakzalverij. And touch the sound of silence. Nou, wat heel erg bijzonder is, is dat je ziet dat eigenlijk in al die jaren ze altijd hebben getracht om hoorapparaten onzichtbaar te maken. Ik heb een hoorapparaat met een bril of met een waaier, als een wandelstok. En als je dan niet hoort wat ze zeggen, hou je de wandelstok tegen je hoofd. En dan weet je precies dat de vrouw thuis weer staat te schelden, zeg maar.